Net als alles in deze tijd hadden ook de verkiezingen te maken met coronamaatregelen en moesten dus een beetje anders dan anders. Hoe kijkt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls daarop terug? En hoe kijkt hij vooruit naar de komende maanden, nu het steeds moeilijker wordt om ons aan die coronaregels te houden? Ik ga met hem in gesprek. Meneer Bruls, we beginnen weer met een paar stellingen waar we later op terug kunnen komen. Mm-hmm. Allereerst over de verkiezingen. De verkiezingen zijn in Nijmegen beter verlopen dan ik vooraf had verwacht. Eens of oneens? Nee, ze zijn echt gegaan zoals ik had verwacht. Precies zoals ik had verwacht. Een avondklok die om 21 uur ingaat, of om 9 uur ingaat, is niet meer te handhaven. Klopt, die is niet meer te handhaven. Okay. Dus ja, moet je dan zeggen. Negatieve stelling, ja zeggen. Ja. Er komt nog een negatieve stelling. Ik wil nooit meer een gemeenteraadsvergadering online. Nee, nooit meer is overdreven. Oké. Okay. Het is goed nieuws dat het met Pasen minder goed weer is. Nee. Toch niet. Die avondklok, die is een uur verschoven. Ja. Mede voor handhaving. Ja. Is dat uurtje niet meer te handhaven? Is het niet meer te houden tussen 9 en 10? Kijk, een maatregel moet je nooit op zich bekijken. Ik denk dat we kunnen constateren dat in de algemeenheid, naarmate het voorjaar en zeker als de zomer komt, we langer licht hebben, minder buiten gaan, alle maatregelen die je buiten moet handhaven worden moeilijk te handhaven. Dat zien we nu al. Hè? Ook overdag, ver voordat de avondklok ingaat, mensen die in groepen bij elkaar komen, vaak ook nog alcohol willen nuttigen, wat verboden is op grond van onze verordeningen. Je mag met een vol krat over straat lopen, maar niet aan zitten te drinken. Die zijn gewoon lastig om te handhaven. Dat uur scheelt wel, omdat je daarmee mensen die net nog buiten willen zijn, om een ommetje te maken, ja, die geef je net nog wat meer kans als het licht is. Hè. We moeten natuurlijk reëel zijn. In januari, februari werkte die maatregel ook wel goed, omdat het dan donker is. Het is koud, vaak slecht weer. Dat heeft natuurlijk geholpen. De politie noemt het met een mooi begrip technisch weer. Ja, we hebben nu gewoon technisch mooi weer. Geen technisch weer meer, als ik zo mag uitdrukken. En het dubbele is natuurlijk, dat is aan de ene kant goed. Daarom vind ik het ook goed als we wel mooi weer hebben met Pasen. Dan heb je ook iets om naar uit te zien, om een mooi paasfeest te vieren. Maar aan de andere kant, ja, het maakt de uitdaging om mensen nog aan al die beperkingen te houden alleen maar mee groter. En dat is ook wel een beetje een argument. Omdat je moet nu wel gaan kijken naar openstelling, naar versoepelingen. Want kijk, wij bekijken als burgemeesters en anderen die bij de gemeente betrokken zijn, gewoon de praktijk. Er lopen al een heleboel mensen op straat. Het is gewoon al En dan krijg je dus een heel groot gat tussen de regel en wat nog exact te doen is. Dus, en wat natuurlijk de wetenschappers die landelijk kijken naar de effecten van de coronamaatregel doen, ik snap ik wel, die vergelijken een maatregel ten opzichte van meer de ideale situatie. Mm-hmm. Dus er is niemand op straat. Ja. Dus moet je ook niet het terras van de horeca open doen, want er komen mensen bij elkaar. En wij zeggen, ja, maar ze zijn al op straat. Ze lopen al rond en ze willen al iets drinken. Dus misschien kun je beter langzaam de dingen wat open gaan doen om het wat geleidelijk te laten zijn. Juist om er wat meer controle over te hebben en daarmee nog meer besmettingen te beperken. Nou ja, dat is eigenlijk de kern van de discussie waar we op dit moment zijn aanbeland. Dus zouden we bijvoorbeeld inderdaad die terrassen van de horeca snel open moeten doen, ook al omdat er dan bijvoorbeeld minder mensen in parken gaan zitten? Ja, kijk, ik heb moeite met het woordje snel. Want snel suggereert we doen alles open. Maar wat ik me goed kan voorstellen is dat je dat juist geleidelijk aan gaat doen. Je kunt bijvoorbeeld al beginnen met terrassen door de week open te doen. Hè, kijk, ik snap ook wel, en snap de horeca ook nog wel, als je op zaterdagmiddag om 2 uur en de winkels open doet en de horeca open doet, het museum opengooit, ja, dan is het altijd de drukste dag van de week waar mensen komen. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we dus door de week mee beginnen. En je bouwt het langzaam op. Dat zou mijn strategie zijn. Zodat je de komende maanden, als de vaccinatie ook voortgaat, ja, op een gegeven moment, als bij wijze van spreken iedereen in Nederland die gevaccineerd kan worden, ook gevaccineerd is, half juli, u mag het zeggen, tot je dan kunt zeggen dat je dan ook de maatregelen echt een verregaande maand hebt afgeschaald. Maar we moeten niet wachten tot half juli. Want dat is een beetje wat we hebben wat nu uitstraalt van de regering of aangeven. Ja, het moet allemaal zo onder controle zijn. Ja, dan zit je misschien een half juli. En dat lijkt mij bijna niet meer houdbaar. Want dan komen we terug op uw beginvraag. Dan wordt het heel erg lastig om een avondklok en groepsbeperkingen nog langer te handhaven. Met voortschrijdend nieuw weer, langer licht, mensen die iets willen aan lange winter. Is de handhaving verschillend per regel die geldt? Of is er nog steeds de algemene vuistregel, wij handhaven bij excessen? Ja, dat zou je wel de vuistregel kunnen noemen. Dat is nog steeds zo. Er moet echt wel een
duidelijke afwijking zijn. En ook mensen die willen luisteren. Kijk, als je in een groepje bij elkaar bent en je bent gewaarschuwd, je loopt bij elkaar, dan is het ook goed. Maar ja, als het terwijl dat dag... eigenlijk natuurlijk niet goed is. Nee, maar goed, dat is met alles natuurlijk. Ja. Hè? Kijk, als u even iets doet wat niet goed is, maar u bedreigt niemand anders en het is niet gelijk gevaarlijk, dan moet een waarschuwing ook zijn. Kijk, die regels zijn er om te zorgen, om te vermijden dat mensen bij elkaar komen en besmettingen te veel voort kunnen gaan. Als dat opgelost wordt door tegen mensen, ga uit elkaar en ze gaan uit elkaar, is dat het. Hè? Kijk, we proberen oplossingsgericht te handhaven. Ja. Het gaat dus niet om de regel aan zich. Maar kijk, als een heel Kronenburg Park vol zit en men zit er ook nog met een kratje bier te drinken en maakt geen enkele aanstalt om te gaan, ja, weet u, daar moet u ook niet verbaasd zijn dat op een dinsdagmiddag 60 boetes worden uitgeschreven. Het waren de woensdag alweer een stuk minder. Ja. Je merkt dan toch, een gewaarschuwd man telt voor twee, als ik het zo mag uitdrukken. En zo moet je het zien. Maar 60 boetes klinkt veel, maar daarmee zijn er honderden mensen niet beboet. Hè. Die hebben dus wel keurig geluisterd of gewoon afstand gehouden. Hè. Kijk, als het een park zit en ze houden afstand, is het natuurlijk ook geen probleem. Dus dat veel mensen ergens zijn, zou je kunnen zeggen, dat is niet het probleem. Maar inderdaad, die excessen, de mensen echt duidelijk niet in de rekens houden en ook niet willen luisteren, ja, dan rest de handhaver ook niet anders dan een verbaal uit te schrijven. Bij niet-essentiële winkels kun je nu op afspraak winkelen. Hoe gaat dat hier in de stad? Wat is uw beeld? Ja, dat is een goede vraag. Wij controleren natuurlijk niet die winkels als zodanig hoe zij dat doen. Daar hebben we ook gewoon niet de capaciteit voor. Dat was eigenlijk mijn aanleiding. Dus wij kijken vooral naar het beeld van wat mensen druk is. Als u zou spreken met winkeliers, zullen ze zeggen, nou, er komen wel meer mensen, maar het is natuurlijk nog steeds niet druk. Je kunt echt duidelijk, het is niet vergelijkbaar met normale dagen toen de winkels normaal open konden zijn. Dus mijn beeld is dat het wel aardig loopt. Althans niet dat wij excessen ervaren, hè, met lange rijen of met menigte bij elkaar. Want zo kijken we naar, maar het is voor ons natuurlijk onbegonnen werk. En dat is ook de afspraak die gemaakt is landelijk tussen en de detailhandel, kabinet en veiligheidsgevers. Wij gaan echt niet onze BOA's en politiemensen binnen laten controleren hoeveel mensen staan in u en heeft u nou een afspraak in dit time. We gaan echt niet bij de Hennis en Maurits kijken of iemand wel 20 of wel 30 minuten binnen is. Dat zou waanzinnig zijn. Daar hebben we ook gewoon simpelweg de handhavingscapaciteit niet voor. Mijn mensen hebben wel ook belangrijke... Ook niet steekproefsverwijs. Nee, dat doen we niet. Wij kijken dan vooral naar die excessen. Hetzelfde als een park. Je hebt natuurlijk vrij vlot in de gaten als politieman, als BOA, als je door de Burgerstraat loopt. Ja. Of het ergens heel erg druk is of juist niet. En dat beeld hebben we niet. Dat valt echt wel reuze mee. Ja. En we hebben verkiezingen gehad deze maand. Ja. Die waren een beetje anders dan anders, zoals alles anders dan anders is. Ja, dat wil zeggen. Ja, het feit dat ze 3 dagen konden duren was al natuurlijk anders. Ja. Alle vanwege de coronamaatregelen. Hè. Dus meer ruimte, meer tijd om toch te kunnen stemmen. En als je kijkt naar de opkomst, hè, die toch eigenlijk vergelijkbaar was met de vorige keer. Dus echt een hoge opkomst. Hoe het gegaan is, ben ik echt zeer tevreden. Eigenlijk wel heel goed voorbereid en dat is er ook wel uitgekomen. Ja, wij hoorden zelf van één stembureau dat op een gegeven moment een kliko kreeg geleverd waar geen stembiljetten in zaten. Ja. Toen hebben ze kiezers naar andere stembureaus moeten sturen. Het kan altijd gebeuren natuurlijk, hè, dat er iets niet goed gaat. Het goede nieuws daarvan is, dat toont dus ook aan hoe populair het stemmen was. Er was geen sprake van dat sommigen wellicht dachten, er komen minder kiezers. In Nijmegen waren er zelfs nog ietsje meer. Hè. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden over dat er een keer iets niet goed gaat bij je. Zo'n 90 stembureaus totaal, dat moet ook niet vreemd zijn. En ik geloof dat het 1,5 uur later opgelost was ook weer. Ja, uiteraard. Ja. Nee, het oplost moet het. Je kunt niet zomaar stembureau midden op de dag gaan sluiten. Dat was ook niet de bedoeling. U moet daarbij bedenken dat we, net zoals andere gemeenten ook, we hebben relatief veel nieuwe stembureaus moeten doen. En dat lag onder andere aan de coronabepaling. De stembureaus die we normaal zouden gebruiken. Bijvoorbeeld een boekhandel. Vanwege de krapte in zo'n boekhandel kon dat deze keer niet. Ik zelf ben er erg voor dat soort maatschappelijke voorzieningen. Yeah. Dus een winkel of een kroeg, net zoals een school wat we al jarenlang kennen. Om daarmee het stemmen, het kiezen echt dicht bij de burgers te brengen, te laten beleef je dat. Dit is echt een feestdag, hè, de dag van de democratie, het feest van de democratie. Nou, we hebben relatief veel stembureaus dus anders moeten doen. Wat voor soort alternatieve locaties dan? Relatief wat meer wijkcentra en dergelijke. Ja, ja. En je moet bedenken, een school op woensdag,
Nu moest die school dan soms ook op een maandag en dinsdag. En dat kan niet altijd. Dus dan moet je toch een ander stembureau doen. En daar merk je ook wel, daar zijn natuurlijk wel relatief veel mensen. Die zijn bijvoorbeeld tevergeefs naar een bepaald adres gelopen. We zijn echt gewoontedieren. We lezen niet de brieven die we krijgen. We hebben niet die grote flap helemaal uitgerold. En ik begrijp dat heel erg goed. Ja. Maar en men kijkt ook niet op de website wat allemaal keurig stond. En gaat gewoon getrouw naar het stembureau, waar men soms al jaren voor het stemmen gaat. Ja, en bleek nu dat het verplaatst was. Ja. Of dat het stembureau weliswaar woensdag open was, maar niet ook op maandag en dinsdag. Sommige mensen dachten ook, je kunt 3 dagen lang bij alle stembureaus terecht. Nou, dat was niet zo. Maar ja, weet u, kijk, dat vind ik heel jammer. Aan de andere kant, iemand heeft een even tevergeefs dat tochtje gemaakt. Het toont wel aan dat de verkiezingen qua opkomst, qua interesse, absoluut niet te lijden hebben gehad van de coronamaatregelen. En nou, daar mogen we heel tevreden over zijn. Mensen vinden met andere woorden, ook in deze wat bijzondere omstandigheden, die verkiezingen heel erg belangrijk. En terecht. Een aantal van die maatregelen die nu genomen is, zijn die voor herhaling vatbaar? Oftewel, volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen, zullen we dan weer voor een deel met post stemmen, om iets te noemen? Ja, dat zal ongetwijfeld in de evaluatie een van de punten gaan worden. Ik moet u zeggen, technisch gezien, het was natuurlijk nu wat rommelig, hè? Onduidelijk dat de poststemmen, nou, dat hebben we dan van geleerd. Dus dan kan het ministerie nou eenvoudiger, zodat iedereen ook de goede envelop opstuurt om te stemmen. Dus het is volgens mij ook netjes opgelost, waardoor er toch heel weinig stemmen echt als onterecht niet opgevoerd kunnen worden. Wel meer dan bij andere manieren van stemmen. Ja, maar goed, daarvan kun je zeggen, dat is dan ook echt de nieuwigheid ervan. Ja. Men heeft toch ook wel een bepaalde versoepeling nog aangepakt tijdens de verkiezingsdagen, waardoor nog heel wat duizenden, tienduizenden stemmen alsnog geldig zijn verklaard. Dat heeft natuurlijk wel zijn voordelen, absoluut. Maar ik ben zelf ook wel een voorstander van 1 dag stemmen wij in Nederland. Dat is traditioneel de woensdag. Dat is het feest van de democratie. En dan wil je zoveel mogelijk mensen zien. Kijk, wat wij nu hebben gedaan door bijvoorbeeld met een mobiel stembureau te werken. Zo bijvoorbeeld bij verzorgingen, verpleeghuizen. Ja. Waar mensen misschien wat slechter te been zijn. Tot er toch goed gestemd worden. We hebben een paar keer gehad, er kwam het stembureau in zo'n tehuis, was er 1,5 uur, kon iedereen daar stemmen die dat wilde. Dat soort oplossingen ben ik daar meer gecharmeerd van, omdat ik het wel sterk vind dat je 1 dag in het jaar hebt bij zo'n verkiezing, waar we allemaal gaan stemmen. Jong en oud, iedereen is zichtbaar, waar je ook vandaan komt. Dat is juist wat mij altijd de opkikker geeft als zo'n verstemmingdag begint. Het had wel voordelen. Het briefstemmen, maar ook het spreiden over de dagen, dat had zo zijn voordelen. Maar, maar volgend jaar is gewoon 15 maart 2022 is verkiezingsdag. En laten we hopen dat het zo gaat, want dan is het, weten we zeker dat we achter die coronacrisis zijn. Dus dat volgend jaar weer moeten doen, dan is er wel iets anders aan de hand in dit land. En dat hoop ik dus niet. Desniettemin, het zal geëvalueerd worden. Zeker dat briefstemmen, dat zal zeker nog wel eens goed beschouwd worden, schat ik. Want ja, ver is ver. Het heeft wel zijn voordelen. Het heeft wel zijn effecten gehad. De gemeenteraad vergaderde weer fysiek. Ja. En niet meer op afstand. Was dat puur vanwege de avondklok dat er online werd vergaderd? Ja, we hebben in de eerste 2 vergaderingen van dit jaar hebben we online vergaderd. Omdat, zoals je weet, de gemeenteraad begint om 19:30. Maar die is doorgaans niet binnen de 1,5 uur gereed. Dus we hebben die eerste 2 keer tegen ons gebruik in. Want Nijmegen heeft voor altijd fysiek een raadvergadering gehouden gedurende de coronaperiode. Hebben gezegd, nou laten we dat nou maar niet doen. Dat is ook wel een goed. De avondklok werd ook in januari terecht als een zeer zware maatregel gezet. Nou, iedereen moest thuis blijven. Dan zeiden wij, ja, dan gaan we. We hadden een ontheffing, hè. Gemeenteraad kan gewoon met ontheffing, ook 's avonds. Vergaderen is helemaal geen probleem. Daar hoeft helemaal niemand toestemming voor te geven. Dat mogen we gewoon. Maar we hebben toen gezegd collectief, nou, laten we dat nou niet doen. We gaan als voorbeeld, ook wij van huis uit, doen. Alleen, de kwaliteit van de vergadering was ook de conclusie na 1-2 keer. Ja, is gewoon stukken minder. Ja. En dit zijn wel hele belangrijke vergaderingen. Ik denk dat bijna iedereen dat herkent. Die zeker. Jaar en dat herken je zelfs met een eigen vergadering. Ja. En iemand die zegt, ja, maar goed, als ik het voor mijn werk doe, jullie ook. Ja, maar gemeenteraad gaat wel over besluiten voor ons allemaal, voor die hele gemeente. Hebben een enorme impact, gaat vaak om enorme geldbedragen. Ook de afgelopen keer weer en die 2 keer ervoor. Daar moet je elkaar wel goed kunnen begrijpen. Het is wel zonde dat je, omdat je tweedimensionaal bezig bent, daarom misschien niet helemaal de goede afwegingen maakt. Je kunt niet overleggen. Mensen moeten een motie, hè, dus om iets te veranderen, op tafel leggen. Dat gaat digitaal. Je kunt eigenlijk niet meer ter plekke overleggen. Je legt iets op tafel en je collega's kunnen alleen maar ja of nee zeggen. Ja, dat is niet democratie. Dat is geen overleg.
Dus er was ook wel een grote meerderheid, had wel zoiets van, ja, we gaan weer fysiek. Consequentie was, omdat we het niet s'avonds wilden doen, dat we dan eerder begonnen. Dus we zijn gistermiddag begonnen. En de consequentie is denk ik dat gemeenteraadsleden die bijvoorbeeld zelf een wat slechtere conditie hebben of een achterliggende medische omstandigheid, dat die bijvoorbeeld niet kunnen komen dan. Ja, maar dat is bij ons niet het geval geweest. Daar hebben we het vorig jaar heel goed over gehad. We hebben ook afspraken gemaakt. We bekijken echt per vergadering. Hoe is het ermee? Moeten mensen zich wellicht afmelden om die redenen? En zoals gisteren bijvoorbeeld, één iemand heeft zich het voor zich afgemeld, want die was nog aan het wachten op de uitslag van een test. Ja. Was zelf niet ziek, maar moest wachten op de uitslag van een test. En één raadslid vond dat het nou niet kon, wat ik wel jammer vind. Maar dus we hebben uiteindelijk gewoon met 37 van 39 vergaderd. En ik durf te zeggen, het ging over het Veurland, over de bebouwingsmogelijkheden, eventuele referenden. Ja. Dat zijn echt hele indringende kwesties. Ja, ik was wel heel blij dat we die 2-3 uur gewoon aan tafel hebben vergaderd. Dat onderwerp verdient het echt, zoals alle onderwerpen, om zorgvuldig besproken te gaan worden. En daarvoor ben je ook volkvertegenwoordiger. Kiezers mogen van verwachten dat je op een kwalitatief zo goed mogelijke manier vergadert. Niet voor niets zijn volkvertegenwoordigingsvergaderingen, of het naar de Tweede Kamer is, de Provinciale Staten, of voor de gemeente, zijn die ook bijvoorbeeld al uitgezonderd van de bepalingen die verder ook voor ons allemaal gelden. Ja. Ook voor mij, voor u. Maar ze zijn er niet voor niets voor uitgezonderd. Overigens, dan nog is het een beperking. Hè. Kijk, sommige gemeenteraden kunnen niet bij elkaar komen. Die hebben te kleine ruimte. Ja. Wij hebben gelukkig genoeg ruimte. Maar de beperking is, er kan niemand van de pers bij zijn. Er kan geen toeschouwer bij zijn. Die kunnen het alleen maar via een stream volgen. Dus het is al vergaderen niet zoals het is. Want iedereen mist ook wel het publiek. Ja. Dit is, zou je kunnen zeggen, nog altijd beter dan helemaal niet zo doen, alleen maar digitaal. Ik hoor genoeg verhalen van gemeenteraden die na een jaar achter het beeldscherm, daar is de chagrijn echt heel erg groot. En dat hebben we in Nijmegen, vind ik, nog wel weten te vermijden. En ik denk dat de gemeenteraden dat niet alleen hebben, maar ook een heleboel mensen die bij bedrijven en instellingen werken, absoluut, die al een jaar achter een scherm zitten in plaats van koffiezetapparaat dus hebben, over iets anders hebben dan het werk. En die maatregelen zijn er ook niet voor niets. Nee. Maar iets van variatie daarin in brengen, om te zorgen dat je niet helemaal afstomt achter het scherm, dat hoort er nu ook bij. Het is ook een van de, er zijn zoveel redenen om nu ook te praten over een plan waarbij je meer gaat openen in plaats van alleen maar blijft kijken hoe kunnen we achter het beeldscherm blijven, achter de deur blijven, bij wijze van spreken. Natuurlijk moeten we altijd goed blijven kijken naar de belasting van het zorgstelsel, het aantal besmettingen. Maar ik denk dat nu met de vaccinatie, nu die echt op stoom komt, dat de tijd echt wel rijp is voor meer zo'n openingsplan in plaats van een sluitingsplan. Maar met Pasen moeten we toch nog even heel voorzichtig zijn. Het is niet anders. Ga gerust naar buiten, maar let wel op. Let ook een beetje op onze natuur en niet alles kapot trappen. Niet in grote groepen, niet de hele tijd. Ook al zal het weer misschien wel gaan meezitten rondzwerven. We zullen ze een bepaling houden. Ja, net zoals we vorig jaar Pasen hebben gevierd. Maar met dit zonnetje erbij, misschien 10 graden minder, wie zal het zeggen, kan het toch nog wel een heel mooi weekend te worden. En volgende week, geloof ik, gaan we zelfs nog de neerslag en wie weet nog wel wat, nog wat kouders tegemoet. Ik begrijp het. De contrasten in dit land zijn wel heel groot, hè? Dan wens ik u in ieder geval een zalig Pasen toe. Een zalig Pasen, dankjewel. Dank u wel.